Kijk Shady, kijk wat papa gaat doen. Toesleden. Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Kenzo en Shady. Vandaag, wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben twee kinderen, dat zijn eigenlijk twee kleine boefjes geworden. Ik ga van links naar rechts. Ja, kijk maar. Let op, hè. Boeven alleen maar. Oh, Kenzo, krijg je een hoestaanvalletje? Jij bent oud. Ik ben nog ziek. Je bent nog een beetje ziek, hè? Ja. De kindjes zijn eigenlijk allebei een beetje ziek. Maar we dachten, we gaan toch even, omdat het zonnetje schijnt, een frisse neus halen. En aangezien we het helemaal zien zitten op de bakfiets, gaan we wat leuks doen. Dus wat bedachten we? We gaan op de bakfiets. Wat gaan we doen op de bakfiets? Waterballonnen meenemen. We gaan waterballonnen meenemen op de bakfiets. En dan gaan we kijken wie het meest op een bord onderweg kan raken. Of een ja, verkeersborden, prullenbakken. Ja, bomen. Bomen. Dus fietshuis. Nee. Grapje. Had gekund. Dat had wel gekund, ja. Dus nou ja, we gaan gewoon kijken wat we het meest kunnen raken. Wij mogen niet gooien. Dus we gaan deze eventjes vullen, in de bakfiets doen, kinderen erin en we gaan fietsen. En dan gaan we lekker op pad. Vraag is echt jullie, is het water afgekoppeld? Ik heb echt geen idee. Wat bedoel je? Nou normaal, daar staat de waterdruk altijd op. Even kijken. Wat gebeurt er als het er, niet, als het er nog op zit? Als het nu spuiten. Nou ja, er kan ook nog een beetje restwater in zitten. Ophuilen. En? Nee, ik denk dat het goed is hoor. Ja? Oké, ik zal wel die bak eronder zetten op de laag. Die wil dit. Oeh, jongens, even wachten. Jongens, even wachten. Kenzo is een beetje gemeen vandaag. Kijk Shady, kijk wat papa gaat doen. Water, kool. Oké, hoe lang duurt het voordat ze naar beneden vallen? 30 seconden, nog niet eens. Oh, er zijn er meerdere lekker. 1, 2, 3. Minimaal 3 zijn er al kapot. Ja. En wat nou grappig is, dan hoef je eigenlijk niks te doen. Dus nu is het wachten totdat ze eraf vallen. Maar is onze bak groot genoeg? Dat is de vraag. Let op CD, ze gaan vallen 1. Toch? Die is ook kapot. Oh. De bak is kapot. Ja, 1, 2. Zijn die ook kapot? Tot nu toe zijn ze allemaal kapot. Ah, meen je dat nou? Ja. Misschien als we ze nu gewoon zelf helpen. Hoe kan dat nou? Nou, normaal gesproken hoor. Oh jongens. Pas op je sokken. Jongen. Mario is niet meer nat. Mario is nat. Oké. Dit is wel echt mega jammer. Want normaal gesproken doe je ze dus aan het water, koppel je ze. En dan nou ja, doe je de kraan aan en dan vallen ze rustig in de bak. En dan heb je eigen kant-en-klare waterballon. Dan hoef je geen knoopje erin te leggen. Maar ja, zonde, maar gelukkig zijn er een paar overgebleven. Hè? Hoeveel zijn het er? Ja, ik denk nog wel 30 of zo. Ja, we gaan zo de bak dus snel deze doen, snel deze. Want die gaat lekker, dus die kan je gooien. Niet op Shady, gewoon ergens. Natuurlijk was Shady ook even. Nou ja, we hebben niet veel waterballonnen, maar we kunnen het ermee doen. Het is nog wel te doen, hè? Oeh, niet als jij zo tekeer gaat met die dingen. Die hele bakfiets gaat onder zitten. En dat water uit die bak hebben, toch? Oké, dit is het. Nu kunnen we er niet van maken. Oké, maar voor de rest zijn ze wel heel. Ja. Nou ja, we gaan fietsen en dan mag je het op een bord of op een boom gooien. Zo heet het lekker leuk. Hey, purple! Purple, man! One week later. Nou, we zitten eindelijk in de bakfiets. Het hebben we geduurd. Ze zitten klaar. Kijk, de waterballonnen zitten er ook in. Die kunnen we gaan. Oh yeah! Ja! We gaan gooien. Knallen. Nou, we gaan fietsen. Dan gaan we. Gooien. We beginnen even rustig. Dus we beginnen omdat het een beetje moeilijk is. We gaan eerst stilstaan. Dan mogen we gooien. Maar nou, de hand is natuurlijk niet zo gooien. Lijkt me wel. Oké. die doe. Ik heb er nog een pakken voor Shady. Shady, jij mag tegen de muur aankomen. Goed zo! Oké, nee, gaan we naar het volgende gedeelte. Dus Kim denkt dat we het rijden kunnen doen, toch? Zonder te stoppen. Ja, denk ook wel. Maar dan moeten we alleen even iets moois uitzoeken waar ze tegenaan kunnen knallen. Het is wel heel zwaar met dat water erin, want ik merk dat mijn fiets van links naar rechts gaat. Ook niet alle... Oh, we kunnen wel op die auto gooien. Zullen we gewoon op die auto gooien? Ja. Jij maakt vast een waterballon voor jou en geef me maar eerst aan je broertje. Ik ga eerst die linker blauwe auto pakken. Wacht even, Shady, tegen de auto aan. Tegen de auto aan. 1, 2, 3, gooien. 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 Tegen de rode auto gaan. Echt gooien, gooien. Wacht, wacht. Oeh, oké, we gaan naar de andere auto. Oh nee. We zitten kijken van nou. Op het kastje, op het kastje. Wacht, 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 wacht. Oké, we pakken die blauwe auto. Jij daar. Kom op, hè. Gaat hij hem raken? Gaat hij hem raken? Dat is de vraag. Ik kan niet remmen. 1, 2, 3. Oh! Oké, Shady, op het bord. Shady, spelen we even. Oh ja. Kom maar. Hoppa! En nu op die man met dat oranje jasje. Nee, grapje. Nee, doe ik niet. Nu mag Shady er weer heen. Hoeveel waterballonnen hebben we nog? Goed zitten. Die oranje auto, ik weet niet. Hey! 1, 2, 6. Gooi, gooi, gooi. Hij was wel raak. Maakt niet uit. Ja, dat droogt vanzelf. Het zonnetje schijnt. Hoppa! Kiek hem daar leggen dan. Hoppakee! Shady, gooi maar papa. Oh! Nog een keer. Nog een keer, papa zijn fiets. Dat is het risico van het vak. De hele bakfiets gaat onder zitten. En dit ook. Helemaal zijn nat. Shady, een beetje helemaal nat. Maar echt helemaal nat. Wie gooide die? Kenzo natuurlijk. Oké. Ben jij heel nat, Shady? Ja. Oké, maakt niet uit. Mama heeft een broek extra erbij. Hoeveel ballonnen zitten er nog in? Nog twee. Ja, oké, allebei eentje. We gaan even een broekwissel doen, want het is toch wel een beetje fris vandaag. Het is niet heel warm. Dus we doen even een andere broek aan, hè jongen? Oeh, daar gaat hij. Dat waren de lekkende waterballonnen, hè? Ja. Oké, mag ik even kijken wat het resultaat is? Oh. Ben je helemaal nat? Ja. Nou, dan leg ik mama hem lekker op de fiets, gaat hij drogen. Kenzo, ga jij even filmen? Toesleden. Toesleden. Zeg maar, ik ben Kenzo en... Toesleden. Toesleden. Ruiken jullie ook wat lekkers? Ik ruik wat lekkers, moet je opletten. Eeuw. Paardenpoep. Eeuw. Oké, dan, we gaan gas op Piloli. Wat zeg Flats, daar gaan we weer, dames en heren. Want we gaan lekker een stukje fietsen. Hoe vet is dit? Je ziet gewoon in één keer fietsen, een rondje hier in de wijken. Door een mooie buurt. En je ziet in één keer een struisvogel. Struisvogel. Bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie onze video's even abonneren en op het duimpje klikken natuurlijk. En... we hopen dat jullie volgende filmpjes weer gaan kijken en... See you later. Toelater. Tot later. Doei.